Kom eens dichterbij. Nog dichter. Beter. Zoom maar eens in. Kijk, ons lichaam bestaat uit miljoenen cellen. Maar echt alles in ons lichaam. Onze huid, onze nagels, ons haar. En al die cellen die vermenigvuldigen zich constant. Tijdens die vermenigvuldigingen kan het wel eens gebeuren dat er een slechte of een verkeerde cel ontstaat. Ja, meestal gaat die vanzelf weg. Maar het kan ook gebeuren dat die slechte cel zich ook vermenigvuldigt. En dan krijg je een hoopje slechte cellen. En dat noemen we een tumor. Een tumor kan goed of kwaadaardig zijn. Als die kwaadaardig is, dan betekent dat dat die schadelijk is voor je lichaam en dat je dus kanker hebt. Kanker is een ziekte die je niet kan vergelijken met een andere ziekte. Hallo, ik ben Bengt en ik ben 18 jaar oud. En 4 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik leukemie had. Kanker is een zeer stomme ziekte die je niet zomaar kan laten genezen met een paar medicijnen of een weekje uitrusten. Nee, dat kan maanden duren en bij sommige mensen zelf jaren. Ik zelf heb 7 maanden in het ziekenhuis gelegen, waarvan ik een 5 weken chemo heb gekregen. Nadat ik eindelijk uit het ziekenhuis ben, moet ik wel nog steeds maandelijks op controle gaan. Hoe sneller dokters kanker ontdekken, hoe sneller je behandeling kan beginnen. Anna, jij bent kinderoncologe. Dat wil dus zeggen dat jij kanker onderzoekt en behandelt. Bestaan er verschillende soorten kankers? Er bestaan eigenlijk heel veel soorten kankers. Meer dan 100 verschillende soorten. Wat zie je het meest bij volwassenen? Dat is huidkanker, borstkanker, dikke darmkanker. En bij kinderen? Bij kinderen zien we vooral leukemie, dat is een vorm van bloedkanker. Of tweede meest voorkomende zijn de hersentumoren. Komt kanker veel voor bij ons? Jammer genoeg wel. Als we kijken naar de cijfers in België, dan zien we dat ongeveer 72.000 mensen elk jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben. Nu, bij kinderen is dat veel, veel, veel minder en is dat heel zeldzaam. Eigenlijk is het minder dan 1%. Dus als we dat uitrekenen, zijn het ongeveer 350 kinderen per jaar die te horen krijgen dat ze die ziekte hebben. Alright, dankjewel. In de volgende aflevering hebben we het over wat kanker met je doet.